Dus geef u alstublieft een gigantisch groot applaus. Want hier is Anneke van Giersbergen. Ik heb nog helemaal niks gedaan. En dan krijg ik dit applaus al. Nou moet ik mijn best gaan doen. De Stevenskerk Live, dat staat hier bekend als een bijzondere concertreeks. Maar jij bent al een tijdje in de runningen als artiest. En je kunt misschien wel zeggen dat je alle plekken al wel hebt gehad. Hoe is het nou nog voor jou om hier het podium op te klimmen? Nou, het is echt heel speciaal. En ik heb hier één keer meer in mijn eentje gespeeld. En een keer samen met Robin Borneman een paar liedjes. En elke keer als ik hier... Ik heb trouwens ook ooit... eens op een trouwerij gespeeld. Hier ook, een stukje verderop. En het is allemaal zo bijzonder. En allemaal in een andere sfeer. En met ander publiek, andere mensen. En het vierdaagse publiek is natuurlijk superleuk. Wat ga jij nog toevoegen aan die sfeer met je optreden? En wat verwacht je er zelf van? Nou, ik ga heel, in principe rustig spelen. Hè. Akoestisch, met akoestische gitaar. Mooie liedjes. En ik ga gewoon heel erg mijn best doen. En dan denk ik dat het wel goed komt. En zeker met de sfeer en met wat iedereen er zin in heeft. En ik ook. Dus het wordt echt wel mooi. Een tour aangekondigd met Marco Jetala. Ja, en vooral metal fans is dat ook een hele bekende artiest natuurlijk. En we dachten van, hoe gaat die samenwerking er dan uitzien? Want ga jij weer terug naar de metal of gaat hij dan juist weer een uitstapje maken? Nee, eigenlijk, het leuke is van metal publiek, dat is heel breed. Hè? Dus Marco en ik gaan, we hebben een tour aangekondigd in Zuid-Amerika. Dat gaan we in oktober doen. En daarin spelen we allebei akoestisch. Dus en soms dan spelen we onze eigen metal songs in een akoestische vorm. Of we doen een mooie cover. Of elkaars liedjes ook. Dus we spelen afzonderlijk, maar ook met elkaar. En dus dat is een avondvullend programma. En het leuke is dat metalheads, die vinden heel veel soorten muziek mooi. Dus ze luisteren ook naar akoestisch en ze luisteren ook naar klassiek en naar jazz en zo. Dus dit soort dingen, dat zijn ze eigenlijk wel gewend om te horen. En dus ik doe het eigenlijk ook wel vaak hoor, akoestisch spelen. En dan speel ik andere songs, maar ook gewoon metal klassiekers. Ja, met akoestische gitaar, dus dat kan allemaal. Dat is nog afwachten, maar we hoeven niet lang te wachten tot je hier het podium op gaat. Ik wens je alvast heel veel succes en vooral veel plezier ook hier. Ja, dankjewel, jullie ook.